Ik zou het huis niet willen missen, ik zou Winsum ook niet willen missen. Maar ik denk wel van waar zijn we eraan begonnen? Gerrie Jeures woont al een jaar achter het hek. Samen met haar man verhuisden ze vorig jaar van de binnenstad van Utrecht naar het Sjoelplein in Winsum. Er zouden acht levensloopbestendige woningen worden gebouwd. Na drie jaar is slechts de helft van de woningen klaar en zijn Jeures en haar man de enige bewoners. Ik heb vaak het idee gehad, het lijkt verdorie wel of ik in een gevangenis zit. Als je voor het raam staat en je kijkt tegen bouwhekken aan, dan, uh, dan word je er niet vrolijk van. word je echt niet vrolijk van. Het nieuwbouwproject staat op naam van HV Bouwontwikkeling uit Meppel. Het bedrijf zegt er niets aan te kunnen doen. Kijk, wij, wij hebben verder geen middelen meer om te zeggen van nou, we gaan alle woningen voor onze eigen rekening neerzetten en dan maar wachten tot er iemand gaat kopen. De, de banken doen niks, dus wij moeten dan dat uit eigen zak betalen. En Dat is niet, uh, dat is niet mogelijk. Voor de gemeente Winsum is de maat nu vol. De grens is bereikt. Als hij niet op zeer korte termijn, en hij heeft beloofd volgende week weer te gaan beginnen, maar als dat niet zou gaan gebeuren, dan zitten wij echt te denken aan volgende stappen. En dan is het, er zou er mogelijk sprake kunnen zijn van een boete om ja, hem in die zin te dwingen verder te gaan. Ja, tuurlijk kan ik me dat voorstellen. Maar goed, aan de andere kant, de, de, de crisis is in heel Nederland. Ze moeten ook voor ons begrip hebben dat wij graag zouden willen, maar dat wij er ook toe gedwongen zijn dat het zo gaat. En dat is voor beide kanten heel vervelend. De bewoners hebben er geen vertrouwen in dat de bouwhekken op korte termijn weg zijn. Ik zie het gewoon heel somber in dat, dat, dat er hier op korte termijn nog iets zal gebeuren. En wij hebben geen zin om nog, misschien wel vijf jaar of langer, hier op zo'n bouwterrein te zitten. Heeft u spijt van het project? Helaas moeten we constateren dat het niet zo goed en zo snel gaat als we zelf hadden willen. Maar we gaan het wel afmaken. Want een bouwput houden willen we ook niet.